Hier achter mij ligt Silicon Valley, het gebied waar allerlei technologiebedrijven en automakers druk bezig zijn om de toekomst van de automobielindustrie vorm te geven. En al die bedrijven richten zich op autonoom rijdende elektrische auto's, allemaal heel klein en gericht op autodelen en ga zo maar door. En juist daarom leek het me tof om ook even de andere kant van het spectrum te laten zien. Dit is een Toyota Tundra. Zo'n 6 meter aan Amerikaans georiënteerde pick-up met zo'n bakbeest van een 5,7 liter V8 in zijn neus. Dit is, zoals de Japanners het zeggen, as big as they come. Wat een kolos, jongens. Maar waar moeten we deze Toyota Tundra nou precies plaatsen? Het is een full-size pick-up en dat maakt hem een concurrent van auto's zoals de, of trucks moet ik zeggen, zoals de Ford F-150 en de Chevrolet Silverado. En deze machines zijn ongelooflijk populair in Amerika, nog steeds. Maar waar komt dat nou precies door? Nou, het zijn eigenlijk alleskunners. In die zin kun je ze vergelijken met onze full-size SUV's. Weet je, het zijn auto's die precies bij de Amerikaanse way of life passen. Dat wil zeggen, als je een Amerikaan bent die door de week met zijn hele gezin op pad wil en in het weekend graag op pad gaat met zijn boottrailer of zijn camper, dan kan die auto dat. Er is eigenlijk niks waar die nee tegen zegt. En dat is ook meteen de reden waarom dit soort auto's nog steeds geleverd wordt met een knettergrote V8. Deze 5,7 iForce V8 zit er niet voor niets in. Om maar eens een voorbeeld te geven, dat ding kan gewoon 4500 kilo trekken. Dus het maakt niet uit wat voor paardentrailer of caravan je hebt staan. Je kunt hem erachter gooien en hop, met je hele gezin naar Lake Tahoe. Want ook die cabine is gigantisch. Sowieso blijft het karakter van zo'n V8 wel te gek, hoor. Als je zo rustig rijdt, dan hoor je 8 hele tevreden zuigertjes zo op en neer gaan. Bop, 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 bop. Maar ga je dan een beetje meer van hem verlangen, dan geeft hij behoorlijk thuis, kan ik je vertellen. Deze motor heeft 386 pk en een koppel van 540 Nm. En natuurlijk weegt die auto gigantisch veel, maar trap je hem op zijn staart, dan komt dat echt serieus vooruit. Jongen, ik heb net even in de specificaties gekeken en Toyota claimt dat deze auto van ongeveer 0 tot 100 in zo'n 7 seconden gaat. Bizar. De topsnelheid, daar staat trouwens niet van toepassing. Het rijgedrag van zo'n apparaat is ook gewoon hartstikke grappig. Ik kan het niet anders omschrijven. Je zou verwachten dat zo'n immense pick-up heel goedmoedig is en heel erg comfortabel. Maar dit exemplaar is beetgepakt door TRD, oftewel Toyota Racing Development. Zeker. Hij staat op een ladderchassis met stalen bladveren achter, dus hij beweegt alle kanten op. Maar dan hebben ze er wel een soort sportdempers onder gezet. Dat betekent hier op de interstate dat die auto continu in beweging is. Je zit echt een beetje als zo'n slome duikelaar achter het stuur, continu te bewegen. Dus met andere woorden, van enig raffinement is absoluut geen sprake. En dat geldt ook voor de transmissie die aan die V8 zit. Hele ouderwetse zesbak in een wereld waar het zustermerk van Toyota binnenkort al met een 10 versnellingsbak uitkomt. Zitten hier nog gewoon 6 versnellingen in. En dat reageert allemaal niet heel erg spontaan. Maar het klinkt wel als een malle. Wat een bizar apparaat, vrienden.
En ik vraag me eerlijk gezegd af hoe lang ze dit soort auto's nog zullen blijven maken. Ik heb die vraag ook gesteld aan diverse bedrijven in Silicon Valley. En zij zeggen dan, nou, nog heel lang, want dit is zo'n integraal onderdeel van de Amerikaanse samenleving. Dat mensen erom blijven vragen. Gaan straks de benzineprijzen nog een keertje door het dak, dan verdwijnen ze waarschijnlijk als sneeuw voor de zon. Maar het zal nog een hele tijd duren voordat ze dit soort auto's op elektro kunnen maken met evenveel capaciteiten.